tweede motie, inderdaad. De Kamer gehoort de beraadslaging, overwegende dat er met de aflossingseis een verlaging van de loan-to-value-ratio naar 100% op maatregelen zijn genomen om de risico's rond hypotheekverstrekking te beperken. Overwegende dat banken de ruimte moeten houden om maatwerk te leveren bij het verstrekken van een hypotheek en daarmee ook starters in aanmerking moeten kunnen blijven komen voor een eerste hypotheek. Verzoekt de regering het voornemen om de LTV na 2018 verder af te bouwen tot 80% te schrappen uit de kabinetsvisie toekomst bankaire sector. En gaat over tot de orde van de dag. En ook deze is door mijzelf ondertekend. Motie 6 gaat over de LTV-ratio. Ja, voorzitter, het is echt voor mij een onbegrijpelijke motie. Ik zeg het maar eerlijk. Verzoekt de regering het voornemen uit de kabinetsvisie te schrappen. Het voornemen staat niet in de kabinetsvisie. Ik denk dat mevrouw de Vries in de war is. Dit voornemen, ik heb het nu kunnen achterhalen, komt uit het rapport van de commissie Wijfels. Wijfels heeft gezegd, nu doorpakken naar 80%. Het kabinet is daar juist heel voorzichtig in. Hij heeft gezegd, nee, we hebben nu een afbouwtraject voor de komende jaren. We gaan naar 100. Dat is al een verbetering. Prudentieel, de risico's voor mensen beperken. We gaan terug naar 100. En daarna zien we verder. Veel meer staat er niet in de bankenvisie. En wat ik u steeds in overweging geef, dat het in andere landen 100 nog steeds hoog is en dat het ook echt nog steeds risico's voor mensen meebrengt. Maar het is allemaal voor nader orde. De 80% staat niet in de bankenvisie. Ik kan hem niet schrappen. Ik ontraad de motie. Mevrouw de Vries. Ja, volgens mij is het doel van de motie helder. Dat wij niet willen naar een verdere verlaging. En ik zal nog even naar de exacte omschrijving gaan kijken. Maar het doel is volgens mij heel helder.